Dat zijn leuke toys voor boys, of niet? Dat is een mooi spel. Kijk, dat is echt chic. Als een spektakel. Nou, je er toch staat. Je hebt natuurlijk ook de oude bar nog bediend. Ja, we gaan het allemaal niet meer over oud hebben. Maar, nee, zeker niet. Dit is natuurlijk, je hebt nu veel meer ruimte om te werken. Heel veel ruimte. Wat zijn de belangrijkste verschillen wat jou betreft? Nou, dat je nergens meer tegenaan loopt. Ja. Ik ben zelf nogal onhandig, dus ik loop overal tegenaan. Nu heb je heel veel ruimte, dus dat is wel prettig. En we kunnen alle dranken kwijt. We kunnen alles mooi neerzetten. Dus, En kan je iets zeggen, want jullie hebben nog steeds ontzettend veel bieren. Maar, ja, wel minder dan voorheen. En wat voor soort bieren hebben jullie dan bieren? Nou, we hebben een aantal speciaal bieren, maar we hebben ook bijvoorbeeld van Founders. Dat zijn Amerikaanse bieren. En daar hebben we een samenwerking mee dat we elke maand een heel speciaal biertje op de tap krijgen. Okay. Dus dat zijn dingen die we onder andere nieuw hebben. Dat is een mooie batterij. Dat zijn hoeveel pompen? 20 bij elkaar en er zijn 18 bieren van de tap. Dus, en dan hebben we nog ongeveer 40, 45 bier op fles. En daar gaan we ook een beetje mee mixen en wisselen. Dus dat we niet altijd hetzelfde aanbod hebben. Ja, natuurlijk heb je wel een soort standaard, maar we willen ook het wisselende bier op fles gaan werken. En je hebt ook allemaal nieuwe, echt alles is nieuw, hè? Alles is nieuw, ja, alles. Ja. Koffiemachine, kassa, alles. Nou, zeg maar, dan ga ik nog even de keukenkoffie doen. Ja, doe dat maar even. Ik hoop dat je de weg niet kwijtraakt, want de keuken is heel groot. Dank je, man. Chef, vertel eens hoe tevreden ben jij? Ik ben heel erg tevreden. Maar jij hebt ook gewoon echt heel veel meegedaan met de verbouwing, de verhuizing. Ik heb heel veel rondgelopen en allerlei overal. We hebben lekker mee mogen klussen. Leuke ervaring, heel veel geleerd. Maar heb jij ook het grootste deel van de keuken bedacht of werkt dat niet zo? Ja, dat proces begint 6, 7 maanden geleden. Voordat we eigenlijk al dicht gingen, waren we er al mee bezig. Dat doorloop je, ja. Ralf en ik, mijn sous-chef, wij weten een beetje hoe we de ruimte moeten invullen, hoe de routing gaat zijn. En dat is alles bepalend voor hoe het er uiteindelijk uit gaat zien. Maar als je het over ruimte hebt, dat is echt wel een grote keuken. Hè? En volgens mij is de apparatuur die er staat, ik heb er geen verstand van, maar dat is wel een geen rommel, hè, meneer? Absoluut niet. En dit met die schermen? Dat is, hier komen gelijk de bestellingen binnen. We gaan niet meer werken met bonnetjes. Nee. Dus dat wordt opgenomen met zo'n hand. En dan zien jullie het meteen verschijnen. Ja, dan kunnen we daar heel veel informatie ervaren. Ja, super. Super systeem. Ben je ook blij? Ik ben heel erg blij, Nels. Ja, dat is mooi. Dat is wel een geweldige keuken om in te werken, dit hoor. Alle ruimte, een flinke pannetjes ook. In een nieuwe keuken, dat zie je zelf, zeg maar. Ja, precies. Nou, geniet ervan. Ja, op school. Ja, op school, ja. Daar ben ik gelukkig vanaf.